Goedenavond, we staan op de rooftop in Utrecht, Pathé Leidse Rijn. En naast mij staat de dagvoorzitter van het Risk and Compliance Jaarcongres 2022, 16 juni in Groot Kievitsdal, Baren. Dat is Geert Vermeulen. Het thema is de rol van de poortwachters anno 2022 en met name ook de relatie, de frictie tussen de private en de publieke sector. Jij hebt daar ongetwijfeld ideeën over als dagvoorzitter. Kun jij even in 2 minuten precies vertellen waarom het van belang is dat we dit onderwerp gaan behandelen? Ja, zeker. Ja, we hebben als poortwachters hebben de rol gekregen om het financiële stelsel van Nederland om dat schoon te houden. Schoon van criminaliteit, drugscriminaliteit, corruptie. Maar ook bijvoorbeeld zaken als milieucriminaliteit. Je ziet dat dat spectrum steeds breder wordt. Belangrijke taak. Maar je ziet dat nu dat wel een groot gedeelte van die verantwoordelijkheid wordt weggelegd bij private partijen. Terwijl ja, eigenlijk het gewoon een publieke taak is. En daar wrijft inderdaad iets. Ja. Dus dat wordt heel spannend. Dat denk ik wel, ja, zeker. Dus allemaal komen. Dankjewel, daar kan ik mij bij aansluiten. Dankjewel, Geert.